gaan nu met de boot naar Lombok. Reisneuze gang. En we hebben een lekker band. Een zwembandje. Een beetje een tourist trap. Hallo! Ik echt de allermooiste accommodatie waar we deze hele reis geweest zijn. Nou, je wil deze geur in dit ding niet ruiken. Goedemorgen. Morgen. Tasjes zijn erop. Tasje. Welkom bij een nieuwe vlog. Dit is de vlog over Kuta Lombok. Niet te verwarren met Kuta Bali. Dat is niet een leuke plek. Kuta Lombok schijnt heel leuk te zijn. We zijn nu nog op Gili Trawangan. We gaan nu met de boot naar Lombok. En we nemen jullie even mee in de reis. Hallo. We hebben eerst vlak bij Kuta Lombok een super chill verblijf geboekt. Dat gaan jullie straks zien. Ja, we moeten toch nog 2 uur in de taxi? Oh, je moet ook nog. Ja, we gaan, oh ja, we gaan eerst met de boot. Dat is niet heel ver, want we zijn nu op Gili Trawangan, dus dat is niet heel ver. Ja. Maar dan moeten we ook nog 2 uur in de taxi. We hebben daar niks voor geregeld. Want we hopen dat we gewoon in de haven een Grab of een Gojek kunnen regelen. Kijk deze keukentjes. Cute. Met. Daar zitten we dan in de boot. Hij is al een beetje vol, dus we zitten achteraan. Maar Reza, he arranged the taxi for us. Dus als we aankomen, kunnen we hopelijk gelijk een taxietje in. En dan rijden we lekker door naar ons verblijf. Het bootritje gehad, nu zijn we in de haven van Lombok. En we hebben met een mannetje op de boot, hebben we een taxi geregeld. We wilden eerst een Grab proberen, maar we dachten, nou, het was op zich een goede prijs. En hij zei, ja, als je wil kun je onderweg even stoppen om te lunchen. En met Grab is dat altijd gedoe, dus we dachten... Ja, dan gaan we naar de Inmar, dan halen we daar even wat. Oké. Dan gaan we gewoon rijden. Oké. Zo, deze morgen is een hele goede morgen, toch Matt? Absoluut. We zijn dus gisteren ingecheckt in ons chille accommodatie. Die gaan we even laten zien. Het is echt heel mooi. Ik denk echt de allermooiste accommodatie waar we deze hele reis geweest zijn. Nou, hier kom je binnen. Dan hebben we hier gewoon een soort van woonkamer. Met Netflix op de televisie. Dus we hebben gisteren... Ja, dus we hebben gisteren een filmpje gekeken. Hier hebben we een keuken. Matt zit hier even een beetje te werken. Hier hebben we... Een zwembandje! En hij komt straks lekker in de zon. Nou, mooie groene tuin. Hebben we hier nog een mooi zitje. Gaan we door naar de slaapkamer. Helemaal mooi zo Balinese stijl. Een badkamer, die is groter dan de studio in Amsterdam waar ik woonde. We betalen iets meer dan 70 euro per nacht hiervoor, maar dat is toch bizar wat je daarvoor krijgt. Echt, ja, helemaal waard. Dus nou ja, wij gaan lekker niet zoveel doen. We gaan lekker een beetje hangen hier. Misschien gaan we nog even langs het strand wat hier vlakbij zit. Zo, we laten het paradijsje even achter ons. Wat ga je doen? Oh ja. Want we zitten ook toevallig vlakbij een van de, volgens mij, fijnste stranden van hier in de buurt. Van vlakbij Kuta. Dus we gaan even een kijkje nemen en hopelijk mooie zonsondergang zien. En daar een hapje eten. We slapen dus vlakbij het strand Selong Belanak. En dit is niet echt een toeristisch gebied. Nou ja, het is heel rustig, gemoedelijk. Alle mensen zijn vriendelijk. Het is heel lokaal. Hallo. Hallo. Nou, wat we nou toch meemaken, er lopen hier gewoon mannen, gewoon lokale jongeren, met een zak en die zijn vel aan het oprapen. Ja. Heb ik nog nooit gezien op het strand in het buitenland. Nee. We zijn nog nooit zo verdrietig geweest om ergens weg te gaan. Nee, het was heel chill. Wij worden nu opgehaald door onze taxichauffeur meneer, die ons ook hierheen heeft gebracht. En dan gaan we naar Kuta Lombok.
En daar is wat meer leven en dan gaan we wat dingen doen en zo. Dus dat is wel weer leuker voor jullie om te zien. We zijn in Kuta. We zijn ingecheckt in onze homestay. Heel goedkoop. Nou, echt top. Ja. Kijk, het is even wat anders dan de villa waar we net uitkomen. geen zwembad. Maar goed, we zijn hier ook eigenlijk anderhalve dag. We zijn hier deze middag dan morgen overdag, maar dan gaan we de hele dag op pad. Ja, zoals Matt zei, hebben we dus echt maar anderhalf dag hier zo. Dat komt omdat we dit van tevoren allemaal een beetje gepland hadden. Omdat het de allerlaatste maand is van onze reis en we hier in het hoogseizoen zijn. Dus we dachten, geen zin om dan nog last minute alles te moeten regelen. Dus we hebben... Je merkt dat gewoon heel veel dingen, de leukste dingen zijn gewoon volgend. Ja, achteraf hadden we heel graag langer op Lombok willen zijn. Want we vinden het super chill hier. Het is gewoon allemaal wat lokaler, minder toeristisch. Maar goed, we kunnen niks meer aan veranderen. Dus het is vooral een hele goede reden om nog een keer terug te gaan naar Lombok. Want we gaan sowieso nog een keer terugkomen. En we lopen nu naar het centrumpje. En dan gaan we daar even een beetje rondkijken. Wat eten, een beetje shoppen. Nou ja, zo wonen de echte locals. Die authentieke manier van de Westerhout. Kindjes op de scooter. Ja, dit is Kuta. Ik vind het nu al helemaal leuk hier. Zoals jullie misschien inmiddels wel weten, houden wij er heel erg van lokaal Indonesisch eten. Hoe lokaler, hoe beter. Hoe groter het risico op buikkrampen, maar dat maakt niet uit. Dus we gaan even lekker lunchen hier. Oeh. Meneer heeft een mooie roze scooter. En weet je wat grappig is? Ik heb dus net voor het eerst in mijn leven een pedicure genomen. Ik heb een kleur genomen die dezelfde kleur als de scooter is. wat gaan we doen met? We gaan een drankje doen. Met? Mensen die we kennen vanuit Nederland. En wat dus heel grappig is met? Jij bent 10 jaar geleden dus hier geweest. Met haar. Met haar, dat is een vriendin van... Eline. Eline. Van de vriendin van mijn broertje. Ja. Maar wat ik nog super bizar mega toevallig vind is dat 10 jaar geleden was jij hier met haar. Ja. En jullie zijn allebei 10 jaar lang niet terug geweest, want jullie vonden Lombok eigenlijk niet zo leuk toen. Klopt. En nu kwamen jullie precies op dezelfde dag weer terug in Lombok, op Lombok. Dat is toch bizar? Dat is heel bizar. We zijn bij de Rasta Bar, maar er is helemaal niemand. Perro, perro, oh, dit is een kleintje. Kleine perro. Goedemorgen, reisneuze gang. Reisneuze gang. het is vandaag, ik weet niet welke dag van de week het is, maakt ook niet uit. We hadden vandaag de planning om naar watervallen te gaan. Dat zijn de Benang Stokol en Benang Kelambung. Nou, het schijnen super mooie watervallen te zijn hier op Lombok. We hebben er ook tijdens het ontbijt nog even goed over na zitten denken. Een beetje reviews gelezen. Ze zijn ongetwijfeld super mooi, maar het is wel een beetje een tourist trap. We hebben ook echt al heel veel watervallen gezien. En het is best wel ver rijden. Het is toch wel anderhalf uur rijden op de scooter. Misschien zelfs ietsje meer. Dus we denken, ja, gaan we dan onze mooie dag, op enige mooie dag in Kuta Lombok, helemaal opgeven om naar waterval te rijden. Waar dan waarschijnlijk ook heel veel andere toeristen zijn. Of gaan wij gewoon rondrijden en doen waar we zelf zin in hebben. Dus dat gaan we doen. Stef heeft een mooie route uitgestippeld. Op de heenweg gaan we een beetje door het binnenland. En dan gaan we naar een aantal kleine dorpjes. En daar heb je heel veel prachtige rijstvelden. Dan op de terugweg gaan we een paar mooie strandjes aandoen. Nou, dat was het leuke scooterrijavontuur. We rijden hier door een dorpje en ik dacht ineens, voelt niet goed. En we hebben een lekke band. Het zat er een keer aan te komen. Ik zat vanmorgen nog te denken. We hebben al anderhalf jaar lang superveel scooter gereden. Nog nooit een lekke band gehad. Eens moet de eerste keer zijn. Iedereen is helemaal betrokken. Iedereen is alsof iedereen uit zijn huis komt ineens.
Maar iedereen stuurt ons een andere kant op. De ene zegt dat we daarheen moeten. En de andere mannetje die zegt, nee, je moet daarheen, Nou ja. We hebben een random kant gekozen. Ik heb vriendinnetjes gemaakt. Hallo! Nou, er is een mannetje gekomen. En die gaat onze band fixen. Ja, het zat er een keer aan te komen, hè? Maar dit waren wel de allerbeste omstandigheden. Ja. We hebben geen haast. Ik moet zeggen, ja, het zal allemaal wel. We gaan nergens echt naartoe. Nee. We hebben helemaal geen haast vandaag. Ik heb vriendinnen gemaakt met deze vrouw. Salam al pagi. Komt nog een andere vrouw bij zonder tanden. Hallo. We hebben echt de beste plek uitgekozen om pech te hebben. Ja. Het is echt fantastisch hier. Wij zijn wel de attractie, maar dat maakt niet uit. Mooi karretje. Hij is al gefixt, veel te snel. Hoe duur was het nou? 20, dus dat is 1,20 euro. Ja. Hoe dan? Hallo! Fanboys. How are you? Good morning. Hello. We zijn bij de eerste stop die ik had gepind. Zag er op de foto's heel mooi uit, maar helaas is het, staat er geen rijst. Dus het is niet zo groen als op de mooie foto's. Maar nog steeds wel vet om te zien. Hallo! Nou, we gaan weer uit het rijstveldgebied en we voelen ons echt celebrities, want iedereen zwaait naar ons. Mensen zijn helemaal blij om ons te zien, lijkt wel. Super droog. Maar we laten het rijstveld achter ons en nu gaan we ophoppen. Oh, van op de scooter zitten krijg je honger. We zijn bij de Warung, waar we ook al een paar keer gegeten hebben toen we hier in de buurt sliepen, in het villaatje. Want die hebben lekkere curry. Niet normaal. Nou, we gaan lekker eten. Hebben jullie mijn mooie buffje al een keer gezien? Die heb ik dus bij me. Ten eerste voor de kou in Zuid-Amerika. Maar ook omdat je altijd van die vieze gore helm op moet. Nou, je wil deze geur in dit ding niet ruiken. Dus heb ik altijd zo'n mooie piratenlap om. Oh, kijk je uit. Zodat ik niet met mijn haar in die vieze stinkhelm moet. Super chill. Ik mag niet achterop. Ik
Madame zit aan een lekker koud kokosnootje. Lekker koud. Heerlijk. Hebben we wel verdiend na 4 uur op de scooter vandaag. Nee, ging helemaal top. Op de lekker wand na. Maar die was dus snel gemaakt. Maar ja, 4 uur lang scooteren en voor een gedeelte op onverharde wegen enzovoort zijn wel pittig. Dus we zijn wel een beetje gaar. Dus nu liggen we weer lekker. Zo, wij gaan weer aan de wandel. We hebben de scooter ingeleverd. We hadden maar voor 24 uur. Een pad? Hallo pad. We hadden de scooter maar voor 24 uur, dus die hebben we net ingeleverd. En nu gaan we wandelen terug naar het centrumpje. Gaan we even eten. Moeten we nog geld pinnen? Oh, dat is een groot blad. Kijk dit blad. Kun je onderwonen, gek. Nee, ik heb toen straks al geld gepind. Een beetje op tijd naar bed. We hebben morgen een lange reisdag. Ja. En we gaan morgenavond weer onze gamevrienden gaan wandelen. Nee, hoeft niet. Dit was alweer het einde van de Lombok-vlog. We hebben dus maar 5 nachten gehad op Lombok. En we hadden daar echt wel langer kunnen blijven. Absoluut. Dus we gaan nog een keer terug. Ja, wij vonden Lombok heel erg fijn. Ja. Kijk, we zaten natuurlijk in het begin in ons mooie eigen villaatje. Maar de omgeving daar en het strand, prachtig. En je kan goed surfen. Echt top. En we vonden Kuta Lombok ook echt heel erg leuk. Ja. Hele leuke scooter toch gedaan. Ja, die scootertocht was echt superleuk. Ik denk wel, over 5 of 10 jaar is Kuta Lombok wel echt een beetje, wordt echt wel Bali-achtig. Ik vond het nu al een beetje dat je dacht, jeetje. S'avonds ook, als je ging eten, was wel echt alleen maar bijna bij veel, wat hippere restaurants, moest je gewoon een half uur wachten, buiten in de rij staan om naar binnen te komen. Ja, en dat vonden we, was wel heftig. Als je ook ziet waar je bent. Waar heel veel lokale dingen nog zijn. Ja. En dan bij zo'n hippe tent staat. Staat dan een rij. Staan en dan alle havermelkelite staat daar te en wachten. Dan bij de Warungs is er niemand. Dus het is een beetje triest om te zien. Maar nee, we hebben echt heel erg genoten. Dat was hem. Dat was hem. Dankjewel voor het kijken. Ja. En we zien jullie weer op de volgende bestemming. Ja. Vergeet niet te liken. En delen. Oh nee. En subscriben. Toch? Ja, dat ja. Nog een keer. En vergeet niet te liken. En subscriben.